Dit is wel echt fucking mooi, ik zweer. Dit moet je echt zien. Ik vind het soms wel een beetje awkward met de mensen. Maar weet je, daar moet je gewoon aan wennen. You know I fall for love. You know I fall for fucking aan het lopen. De tram, dat duurt zo lang allemaal, dat is echt niet normaal gewoon. Maar ik moest eigenlijk die tram pakken, geloof ik. Het was een andere tram hoor, niet daarvan. Maar nee, oké, de tram is er nog niet. Ik loop het hele stuk. Ik ben echt super te laat op stage, helemaal kut. Maar we gaan er gewoon wat van maken, mensen. Ik dacht, weet je, als we toch bezig zijn, kan ik ook gewoon filmen, weet je. Dus ik ga weer lopen. Leuvenhaven en ja, eigenlijk moest ik zeg maar met de tram moest ik hier langs gaan, maar dat heb ik niet gedaan, mensen, want ik vond het allemaal te lang duren. Ik dacht, ik ga gewoon dat kutstuk lopen, weet je, het boeit me allemaal niet meer. Dus we gaan dit stuk lopen en heel heftig Leuvenhaven en de volgende station, dan zag ik weer waar ik ben. En ik laat wel even een beetje zien hoe dat eruit, voor de mensen die het niet hebben gezien, je weet maar nooit. Ja, toch. Oké, mensen, ik sta nu achter een bus en daar is zeg maar Leuvenhaven, maar ik moet hier blijven staan, anders komt die wind weer. Helemaal kut natuurlijk, maar kijk, daar is Leuvenhaven zeg maar. Cool, hè, mensen, super cool natuurlijk. We gaan weer lekker verder, want we gaan niet de tram pakken, dat is wat ik heb beloofd. Dus dan moeten we daar wel aan houden natuurlijk. Helemaal kut, maar ja, ik zie jullie zo weer. Mijn stagebegeleider die gaat echt boos worden, ik zweer, die gaat boos worden. Die gaat denken, wat is hij nou weer allemaal aan het doen? Maar ik ben gewoon echt voor mijn vlog, weet je. Maar ja, allemaal auto's die hier langs rijden, helemaal raar. Even een beetje zo, ja. En daar, als ik in de tram stap, zit ik eigenlijk altijd in die tram. Dus dat is wel hard. Maar Jens, mensen, ja, hard, hard mensen. Dus ook. Dat daar een fits shop staat, een fits shop, en ik wil graag van jullie weten wat fish shop is, want ik weet niet wat het is. Trouwens, fish shop, wat moet je daar aan denken? Aan vis of een fiets met de I en de E dan? Maar ik begrijp er helemaal niks van, man, jongens. Kijk eens op. Ja, weet je. En iedereen zegt dat ik op Sappie man leek. Ik weet niet, man. Weet niet. Kan wel, man, kan wel. Ik weet niet. Dan moet je ook maar even Sappieman even contacten, want dat begrijp ik ook niet. Gaan we even zeggen dat we dat niet begrijpen, weet je? Hey, Lottie. Nou, mensen, weet je, het is allemaal hartstikke leuk en ik vind het soms wel een beetje awkward met de mensen. Maar weet je, daar moet je gewoon aan wennen. Je moet het gewoon
durft te doen, weet je, dan ben je gewoon de baas, zeg maar. Als je het gewoon durft te doen en gewoon lekker vloggen en boeien wat andere mensen van je denken, dan ga je wel groot worden. Mensen, ik ga daarin, zeg maar. Dat is echt nog heel ver. Ik zweer, dat is echt heel ver. Maar ja, dat ga ik gewoon even doen, mensen. Komt helemaal goed. Zie jullie weer. Later. Nou, even kijken wat het allemaal is. Jezus, man. Super mooi natuurlijk. Mensen weten hoe dit heet. Zou wel vet zijn. Ik weet nog niet eens of ik hier naartoe mag. Wat een kutgeluid zeg. Jezus man. What the fuck? Dit is wel echt fucking mooi, ik zweer het. Dit moet je echt zien. Het is gewoon fucking, weet ik veel, een soort van huis of zo. What the fuck, dit is fucking mooi. Ik zweer, ik ben echt blij dat ik hier naartoe ben geweest. Moet je kijken. What the fuck. Fucking mooi, moet je kijken die kop daar zo. Ik weet niet wat voor, oh dit is van, zullen we even kijken? Ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat jullie ook benieuwd zijn, jongens. What the fuck, kop van GL nog wat joh. Supermooi natuurlijk. Jong heet hij. Jong van zijn achternaam heet deze meneer. Zeker. Maar ik ga nu echt naar stage toe en dat is het soort van huis of zo. Ik weet niet wat het is. Maar het ziet er wel fucking vet uit hier. Noem je gewoon echt. Kunst, jongens, jezus, hoe verzin je het? Echt waar, het is niet normaal. Ik weet nog niet eens of ik hier mag lopen, maar dat doe ik even voor de vlog. Kijk, nou ja, heftig. Zou ik er zomaar uitzien? Nou, dan rent iedereen weg voor mij. Hé, hey, later. Wat ik net heb gehoord, jongens, ik ben bij de kunsthal. Yes. De kunsthal. Nou, dan zijn we even bij de kunsthal geweest. Superleuk, dat is het gebouw. Als je daarheen wil, ga maar lekker daarheen, joh. Hartstikke leuk. Je kan een soort van been zien en dan met een zonder bovenlichaam. Dat is toch geweldig? Gewoon hier naartoe gaan, dat is leuk, joh. Superleuk. Oh, geweldig. Maar ik ga door. Oké, mensen, helemaal gekke shit. Ik ben heel snel naar de tram gerend van Acht naar Spangen. Heb ik zeg maar even de tram gepakt, want het duurt echt lang. En ik denk dat ze best wel boos zijn op mij. Dus op stage, weet je, je moet op tijd komen op stage. En dat is een leerpuntje waar bij mij nog soms een beetje, waar je echt geen puntje op kan zeggen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Maar ik ga nu naar stage toe. En ik weet echt niet hoe ze gaan reageren, mensen. Dit wordt echt heel heftig. Maar ik zie jullie zo weer. Oké, mensen. Helemaal gekke shit. Ik ben heel snel naar de tram gerend van Acht naar Spangen. Heb ik zeg maar even de tram gepakt, want het duurt echt lang. En ik denk dat ze best wel boos zijn op mij. Dus op stage, weet je, je moet op tijd komen op stage. En dat is een leerpuntje waar bij mij nog soms een beetje, waar je echt geen puntje op kan zeggen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Maar ik ga nu naar stage toe en ik weet echt niet hoe ze gaan reageren, mensen. Dit wordt echt heel heftig. Maar ik zie jullie zo weer.
worden. Maar het ergste van alles is dat dus ik kan niet bellen, weet je. Dat is helemaal kut natuurlijk. Maar ja, dus ik weet niet wat ik moet doen, mensen. Ze worden fucking boos, weet ik zeker. Oh, mensen. Wat gaan we halen? Wat gaan we halen? Een energy. Wat gaan wij halen? Ik kan het niet mooier maken. Een energy. Ja, je doet me weer na. Dat zeg ik ook altijd. Je kan het niet mooi maken. Kiel, we gaan vlogs kijken. Gaan we zien. Gaan we zien. Maar gaan we nu naar beneden dan? Motion effect en alles. Ja. Oh, dan kan ik het in slow motion. Lijkt het heel erg slow motion achter. Maar het is nog slow motion. Ja, weet ik. Maar dan doen we het nog slow motion. Oh, dat is wel ja. Heftig. Nee, ik wil drukken. Nee, Kiel, ik oh, wil drukken. Oh, jammer joh. Oh. Oh, oh. Stan, wat is dat nou weer? Wat wilt u lezen? Geachte klant. Deze lift kunt u gebruiken tijdens de openingstijd van onze winkel. Dat is nu dus. Ja, nou leuk. Even bukken. Ga ik even bukken? Wat is bukken voor de vlog. Ja, waarom moet ik bukken? Ja, omdat ik ze niet wil pakken. Even. Okay. Nou, kijk eens. Nou. Stan. Dankjewel, joh. Dat doe ik even voor jou. Ga jij hem vast? Nee. Okay. Mensen. Nou. Stan wou weer wat. Vertel maar dat. Ik wilde echt helemaal niks vertellen. Jij mag toch een beetje zeggen. Jij wou wat zeggen? Vind ik een beetje jammer van je. Nou, jij zei, pak de camera en zo. Dat en, heb ik echt nooit ik ga gezegd. Nu zeggen. Ik ga nu wat zeggen tegen de gezicht. Wat heb je wel gezegd? Licht op je vlog. Yo, ai. Yo, ai. Yo, ai. It's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Just run away with my darling. We'll get. En action! Action. Waarom vind je hem zo raar van onder? Ja, weet ik niet. Ik vind dat oncomfortabel. Sorry, zo. Is dat heel oncomfortabel? Oh, wacht even. Dit gaat allemaal helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. Ja. Nou, daar zitten we dan. Steeds scherpere beelden. Ik heb in de instellingen heb ik hem scherper gemaakt. Dus nou nee, het is echt hetzelfde. Oh, je bek, jongen. Nou. Je moet je mondje houden. Nee, ben jij wel goed bij je knikker? Hij is nu niet meer grappig, dat grapje. Jammer. Jammer dat jij hem zo verkloot hebt, dat grapje. Want één keer is leuk. Twee keer. Oh, drie keer. Het was twee keer. Ik denk. Ga jullie nou wat vertellen? Ja? En hou even ergens aan vast. Arthur is een treitervlogger. Hoezo? Hoezo ben ik een treitervlogger? Omdat hij mij... Hij treiterde mij net. En hij vlogt. Dus hij ben je een treitervlogger. Ja, maar ik dat ben geen treitervlogger. Dat je het even weet. Ik ben geen treitervlogger, ik zweer je dit. Daar zijn de meningen over verschillen. Nou, dit vind ik echt gewoon kut. Nee, dit vind ik kut. Nee, dit vind ik niet leuk. Nee, ga maar weg. Ik heb trouwens gisteren de reacties bekeken op de vorige video. En ik heb nog geen ene hashtag Billenkoek gezien. Dat stelt mij teleur. Dus ik wil graag dat jullie in deze video wel even hashtag Billenkoek zetten. Hashtag en Billenkoek. Doe dat als je gewoon mijn verhaal leuk vindt. En ik hoop dus eigenlijk vindt niemand dit leuk, maar ik doe het toch even. Ja. Want ja. Nou ja. Nou ja. Touch of annuleerd. Ik weet niet wat het is, maar ik had dus een tak gevonden. Ik had dus een tak gevonden. Ja. En ja, die tak. Daar ging ik Arthur in zijn oor mee brengen. Maar dat vond ik heel leuk. Want ja, dat vond hij heel leuk. Dat was gewoon mijn amusement, weet je wel. Dus okay, ja, dat ging ik doen. Ja, even een beetje sneller hoor. Een beetje sneller. Het was 15 graden. De wind kwam uit het zuidoosten. Nee. Ik krijg geen shine meer in mijn vlog. Het is klaar. Ze wachten op het eind van het verhaal. Ja, doe dan snel die kut verhaal van jou altijd. Nou. Oké, dus die tak. Zeg het even. Oh ja, sneller. Arthur. Nou, stop maar. Nee, ik ben. Ja, vertel dan. Okay. Vertel. De tak brak. Arthur heeft de tak vermoord. Arthur is een moordenaar. Arthur is een treitje vol.
Niet. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Oké, een klein beetje dan, klein beetje. Naar welke kant? Die kant. Die kant. Die kant. Die kant. Oké, vertel. Oké. Nou ja, Arthur en ik. Ja. Die gaan, wij gaan waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, gaan wij dus een Netflix video's hoe maken. Ik hem vast heb, dit is echt geniaal. Jongens, nou, hoe ik hem vast heb. Nou, is geweldig. Mijn verhaal. Ik nee, ik ben er klaar mee. Nou, hoeft het niet meer. Nou is het klaar. Oké, joh. Zeg je stop tegen het getreintje van jou. Godverdomme. Ja, ik weet alleen niet hoe ik hem moet vasthouden. Moet ik hem zo vasthouden? Of nee, dat zou ik niet. Meer zo nee, achter, ook niet. Ook dat niet. Ik zo een beetje stuur nee, zo. Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee, dat vind ik ook wel raar. Heftig. Nou, startuur, nieuwe serie, hartstikke leuk. We gaan nog wat verzinnen. Nou, en het wordt hartstikke vet. Ja. En wil je nog wat zeggen? Ja. Wat dan? We zijn niet aan het lopen. Eigenlijk staan we nu stil. En heel heftig dit. Wij gaan weer. Lay out. We are lost again. Just run away with my time. Ja, zeg. Wop. Wat een mooi filmpje. Nou, daar zijn we dan weer. We moeten allemaal even stil zijn. Weet je nog van vroeger dat ze, dat die oh, dat doet hij bij jou nog steeds, je mentor, denk ik. Wel zo. Nee. Allemaal stil, mensen. Nee, doet bij mij zegt hij gewoon. Nou, jongens, bek dicht, ik ga uitleggen. Niks meer. Echt? Ja. Heel heftig, man. Ja. Die gaan we even aanklagen, die mentor. Zou ik jou eens even aanklagen? Grapje. Het was maar een grap. Ja. Dat begrijpt hij soms niet, dat ik ook grapjes maak. Ik begrijp het wel, maar. Nee, hij begrijpt het niet. Dat jouw humor wel op een laag niveau zit. Godverdomme. Waarom zei je dat? Nee, dat vind ik echt niet leuk. Godverdomme. Nou wil ik een sigaretje roken. Oké, ja, Stan zei, het tikte mij aan, weet je wel. Van hé, ik moet even gedag zeggen tegen de mensen. Dus dat gaan we ook doen. Nou, jongens. Nou, ik zeg. Dag. Dag. En wil je nog wat kwijt? Mensen? Ja, ik wil graag mijn horloge kwijt. Als je wil kopen. Nee, ik bedoel. Ik wil nog wel wat kwijt. Ja. Nee, maar dat heb ik al gezegd. Dat heb je die verwijderd. Maar die kan je toch even even zeggen? Nou, jongens. Oh ja, want die video heb je natuurlijk ook verwijderd. Ik wil even dat jullie allemaal. Hashtag billenkoek in de reactie zetten. Ja. Als je mij nou een beetje, weet ik veel, kut vindt of zo, of juist lauw, weet je, zet dan even hashtag billenkoek. Dat vind ik ja, leuk. Ja, wel man. En, dat was het weer voor nou, vandaag. Nou, dan zeggen we nu. Doei doei. Doei. Come get lost with me. 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 Just run away.